ik ben Megan, ik ben 19 jaar oud, ik kom uit Diemen en studeer momenteel sportmanagement en ondernemen op de HVA. En daarom ga ik jullie vandaag meenemen in mijn lifehack, het wandelen. Aan wandelen zitten zoveel voordelen en helemaal in deze tijd, in de koude tijd, is het wandelen juist nog een stuk leuker. Schoentjes aan, oortjes in, want dan kan je misschien naar een lekkere podcast of je favoriete nummers luisteren. En wandelen maar! Hoi allemaal, mijn naam is Jaël. Ik studeer leraar Nederlands aan de HVA. Ik ben eerstejaars. Mijn eerste lifehack is zoek een hobby. Misschien heb je al een hobby, dat is alleen maar geweldig. Misschien wil je er eentje bij of misschien heb je geen hobby en moet je even gaan onderzoeken. Hoi, ik ben Pien. Ik studeer leraar Nederlands aan de HVA. Op het moment doe ik dit 4 dagen in de week thuis en 1 dag loop ik stage. Naast de studie sta ik vaak op de ijsbaan. Ik train zelf, maar ik geef ook training aan de jeugd. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Ik ga straks schaatsen geven aan de jeugd. Ik heb mijn outfit al aan, dus klaar om te gaan. Maar daarnaast wil ik ook nog iets anders aankaarten, want er zijn in deze periode heel veel eenzame ouderen. En als je even in Google intypt student helpt, vind je al verschillende sites waarbij je kan aanmelden als hulpstudent. En ouderen zoeken soms ook wel eens gewoon iemand waarmee ze kunnen wandelen, even kunnen praten wat ze die week hebben gedaan. Hardlopen, dat doe ik 4 keer per week. Ik heb de Evi-app gedownload en zij maakt een schema voor je als je nieuw bent. En ik probeer me daar zo goed mogelijk aan te houden. Dat doe ik ook meteen 4 dagen per week. Dat is toch 4 keer een uurtje buiten en de frisse lucht doet me goed. Ik ga jullie een tour geven van het plekje waar ik altijd mijn huiswerk maak. Hier lekker de verwarming en de stoel waar ik altijd lekker chill tussen de lessen door. Hier ligt nog maar mijn hondje, die is er nu niet. Soms snurkt ze ook tijdens online lessen, dus dan gooi ik het naar buiten. Maar het is wel gezellig dat ze erbij is. Hier is mijn laptop en mijn schrift en mijn boeken. Zoek een hobby als je die nog niet hebt. Als je die wel hebt, probeer er beter in te worden. Je kan een nieuwe taal leren, je kan gaan leren breien, je kan gaan leren jongleren. Je kan van alles doen. En wees creatief en hou jezelf lekker bezig. Tot de volgende keer!